Dag Roland. Dag Steven. Ik ken u van... Ik heb u leren kennen nog niet zo lang geleden, dus ik ken u niet zo goed. Dus dat komt goed uit voor dit gesprek. Dan kan ik u leren kennen op dit gesprek. Ik heb u leren kennen, denk ik, het bewustst op het leraarsconcert in Mechelen. Daar stond jij ineens te spelen en ja, ik vond dat ineens heel intens en heel cool. Ik had dus een wow, wie is die gast? En dan niet veel later heb ik u gevraagd om die sessie samen te doen. En dan hebben we eigenlijk samen muziek gespeeld in mijn muziekkamer. Maar ik wil eigenlijk ook graag wat meer over u weten. In de zin, wie ben jij en hoe ben jij met muziek bezig? Van waar kom jij, al die dingen? Dus misschien al om te beginnen... van hoe ziet een dag eruit in het leven van Roland Seelis? Is dat iets... heb jij veel structuur in uw dagen? Niet echt, eigenlijk. Ja. Dus het is voor mij wel heel belangrijk dat ik elke dag wel met muziek bezig ben. Ja. Soms is dat in periodes dat ik heel veel studeer. Nu is het eerder een periode dat ik meer schrijf. Ja. Maar ik heb dat wel nodig. Ik merk als ik lange tijd niet met muziek bezig ben, dat dat toch wel wat begint te knagen of zo. Ja. Nu, in de zomer valt dat altijd een beetje stil. Maar ja, ik zit nu wel in een goede periode van gewoon muziek te schrijven en dingen op te nemen. En waarom valt dat stil? Omdat ik... ik denk dat dat eigenlijk begonnen is op het conservatorium. Je zit daar zo 10 maanden heel hard in... In het moeten studeren en in bepaalde dingen moeten afwerken. Op het einde van het jaar dan examens. En in de zomer had ik daar altijd even genoeg van. Ja. En dan soms stopte ik toen gewoon echt een maand of zo. Ja, decompressie. Ja, eigenlijk wel. En dat zit er nog altijd een beetje in, ze. Maar nu, deze zomer, heb ik er echt heel veel goesting in om gewoon door te doen. Ja. Maar dat is niet heel gestructureerd. Dat is niet dat ik zeg van oké, het is nu 10 uur, goed, dan begin ik te schrijven. Tot dan, en dan begin ik, dan studeer ik mijn toonladders tot dan. Zo is het eigenlijk niet. Nee. Vroeger ook niet, in het conservatorium? Jawel. Ja. Jawel, toen wel. Toen had ik wel veel structuur. Maar, ja, ik weet niet, ondertussen ook... Allee, dat was het enige dat je daar moest doen ook, hè, op het conservatorium. Ja. En als je daar dan vertrekt en je begint te werken en je hebt zo allerlei dingen die gaande zijn en je gaat dan ook samenwonen met je lief en zo. En uiteindelijk zijn er andere dingen die dat je ook moet doen. Ja. En ja, dan is dat een beetje meer een evenwicht zoeken of zo. Ja. En kom er elke dag aan studeren? Of, want je zegt, ik voel mij het beste of ik heb het eigenlijk wel nodig om het te doen. Mm-hmm. Maar lukt het ook meestal? Of zijn er ook dagen dat je er niet kunt toezetten? Ja, soms... Allee, er zijn inderdaad dagen dat het niet lukt. Of periodes waarin dat niet lukt, omdat er te veel andere dingen zijn. Ja. En dan voel ik me daar wel... Niet dat ik mij schuldig voel, dat is het zeker niet. Maar gewoon, ik heb het gevoel dat ik dat heel hard wil doen. En dan kan ik dat niet doen. Dus dat komt wel voor. Maar over het algemeen ben ik iemand die dat, ja, best wel veel tijd heeft voor muziek. Dus ik kom er wel altijd toe om het te doen. Bijna altijd. Ja. Ja. En als je studeert, wat zijn de dingen waar je mee bezig bent nu momenteel? Of is studeren en componeren voor je twee verschillende dingen... Twee verschillende mindsets die je op een ander moment moet doen? Of is dat iets wat door elkaar meer gebeurt? Dat zijn twee heel verschillende dingen. Bijvoorbeeld componeren, daar begin ik liefst 's ochtends mee. Of eventueel 's middags. Maar 's avonds ga ik dat niet meer doen. Nee. Omdat ik dan ook merk dat de keuzes die dat ik maak niet de beste keuzes zijn. Maar studeren, dat kan ik eigenlijk altijd doen. Ook als je moe bent. Ja, maar het hangt er ook vanaf wat. Hè. Dus als ik echt wil gaan werken op gitaar, dan voicings of bepaalde patterns of zo, daarvoor moet ik wel een goede focus hebben. Maar als ik puur ga werken op techniek, dat kan ik eigenlijk ook doen als ik moe ben. Omdat dat bijna... Dat is, in mijn geval is dat bijna een beetje zoals naar de fitness gaan of zo. Dat is eigenlijk iets... Soms zelfs echt verstand op nul, gewoon die metronoom aan. En proberen van bepaalde ritmes te nelen of van
van een bepaald tempo te halen voor een bepaald stuk of zo. Ja. Dus je pakt dat echt heel fysiek ook aan, dat deel. Ja, dat technisch deel, ja. Is dat, van waar komt dat eigenlijk, dat fysieke in je spel? Want ik las op uw website ook, ben uw website even gaan bekijken. Ik las er ook de woorden technisch spelen. En dat sluit aan met hetgeen wat we nu hebben. Wat is dat aspect technisch in muziek voor u en van waar komt dat bij u? Is dat... Mm-hmm. Dat is een goede vraag. Ik ben eigenlijk al op 8-jarige leeftijd begonnen met mijn gitaar spelen. En aanvankelijk was dat klassiek. Ja? Ja, maar ik was daar ook helemaal niet zo goed in, dat lag me helemaal niet. En vanaf dat ik 12 was, konden bij ons in de academie pop jazz gaan doen. En ik ben dat gaan doen en ik ben heel snel geïnteresseerd geraakt in echt zo jaren 80 hair metal en gewoon gitaarsolo's en virtuositeit op gitaar. Dus ik luisterde toen bijna alleen maar naar muziek waar dat gitaarsolo's in zat. Hey. En dat is eigenlijk een soort van... Ja, dat is een fascinatie dat ik daarvoor gekregen heb en ontwikkeld heb. En ik heb dat altijd willen kunnen. Ja. Hè? Maar dan op een gegeven moment heeft mijn gitaarleraar mij zo wat in de richting van de jazz gepusht. Ja. En ik vond dat kei tof. Hè? Ik haalde daar heel veel uit en heel veel nieuwe kleuren en zo. En dan ben ik daar even heel hard in gegaan. Dat dan ook verder gaan studeren. En je doet dat dan een aantal jaar. En daarna, na die studie, besefte ik van ja, ik kan dat eigenlijk nog altijd niet. Dat echt shredden en dat echt super technische, dat virtuozen op de gitaar, ik heb dat eigenlijk nog altijd niet. En na mijn studies heb ik dat eigenlijk terug opgepakt. Ja. En ben ik gaan zoeken naar een blend tussen de twee, want mijn liefde voor jazz is heel groot. Ik heb daar heel veel aspecten van dat genre, vind ik fantastisch en wil ik op blijven werken. Ja. Maar ik ben op zoek gegaan naar een blend, ja. Waarbij dat technische... En ook, soms gewoon ook de snelheid, de bepaalde grote intervallen, een bepaalde esthetiek, dat toch ook een plaats kan hebben binnen dat genre. Ja. En dat is wat ik versta onder het technische, als ik het heb over mijn eigen aanpak. Ja, ja. Want je speelt je eigen bands, Ping O.D. en Celestial Plains. Er in beide is dat ook wel echt aanwezig. Hè? Mm-hmm. Ik hoor er ook metal-invloeden in. Zijn er specifieke bands waar je veel naar geluisterd hebt van uit het metal-genre of met gesprek van de hair rock van de jaren 80? Ze zijn pre-Nirvana eigenlijk, want vanaf toen moest je geen gitaar niet meer kunnen spelen om ook muziek te maken. Maar die metal-bands, dat is dikwijls super virtuoos en heel technisch ook. Zijn er gasten waar je veel naar luistert of nog steeds naar luistert? Goh, nog steeds. Er zijn er een paar die dat wel gebleven zijn. He, dus bijvoorbeeld Toto vind ik nog altijd een heel tof van band. Vroeger luisterde ik heel veel Van Halen. Ja. En dat heb ik eigenlijk op een manier ook een beetje herontdekt, omdat ik toch vind dat die ook gewoon de performance op podium en zo, dat eigenlijk enorm sterk is. En dat die live het ook gewoon kunnen. Ja. He, dus dat zijn de dingen van vroeger die dat constant zijn gebleven, maar nu zijn er ook wel andere bands bijgekomen, zoals Meshuga of Carbone, waarbij dat er eigenlijk veel meer met ritme gespeeld wordt. Ja. En zo waar dat er heel complexe ritmische patronen overlappen. En dat zijn dingen dat ik ook heel plezant vind en in mijn eigen muziek probeer te steken. Dat zit ook, uw muziek zit er vol van, hè? Van ten eerste vreemde maatsoorten, maar ook... Dikkel speelde iets in een groove in 4 of in 3, waarbinnen dat je dan groepeert en groepen maakt. En heb je daar een specifieke aanpak voor in compositie of in de concepten waar dat je mee werkt of rondwerkt voordat zo'n nummer tot stand komt? Waar vertrekt eigenlijk om te schrijven? Ja, ik heb er een paar heel vaak gebruikt. Dus ik werk vaak met quintolen. Zoals de begeleiding op als je in duo speelt met de zangeres op Celestial Plains. Ja, inderdaad. Allemaal quintolen en dan zitten er andere groepen tussen ook. Maar dat is een heel goed voorbeeld van arpeggio's in quintolen. Ja, inderdaad. Ik weet eigenlijk niet goed waar dat vandaan komt, maar
ik heb het gevoel dat dat ook wel iets is dat tegenwoordig vaker en vaker voorkomt. Ja, hè, dat mensen quintolen en septolen gebruiken. Ah, ja, eigenlijk al 10, 20 jaar. Maar nu is dat echt wel iets dat iedereen wil doen, precies. Ja, met 20 jaar denk ik dat dat nog niet is. Hè. Je hebt wel groepen als Akiamoon en Octurne en zo die aan de kerk trokken toen. Maar nu pas ziet hij echt overal. Hè. Ja. Met uw generatie eigenlijk. Dat is waar. En ik denk, ja, de invloed van iemand... Allez, je zegt het daar, Akamoun, iemand als Stefan Galland heeft daar wel een grote rol. Ik denk ook aan Octurne met Bo van der Werf. Ja. Dat is, allez, hij speelt niet zozeer met quintolen, maar hij schrijft wel met echt ritmische systemen, met echt een bepaalde grid dat hem volgt. Een beetje geïnspireerd op Steve Coleman, denk ik, aanvankelijk. Ja. Maar dat zijn dingen waar dat ik heel vroeg al in geïnteresseerd ben geraakt. En dat is echt in mijn composities gekropen. En ik heb dan eigenlijk redelijk bewust gekozen om een tijdje op quintolen te werken. Ja. Omdat ik dat wou kunnen. Ja. En dan ben ik daar gewoon mee gaan schrijven. Dus daar overlapt dat studeren met componeren eigenlijk wel echt. Ja. Is dan dat je zit te studeren en ineens op iets komt van wow, deze klinkt eigenlijk tof. Ik ga hier iets mee doen en ik ga dat verder uitwerken. Of hoe gaat dat dan? Wel, eigenlijk gaat het eerder zo dat ik een bepaald polyritme kies. Dus ik zeg van, kijk, ik ga quintolen in groepen van vier doen. En dat ik daar iets mee schrijf. Dat ik op voorhand al vastleg van, kijk, mijn main riff gaat dat zijn. Quintolen in groepen van vier of quintolen in groepen van drie. Ja. En daar gewoon proberen met een toffe riff te schrijven. Ja. Ja. Je noemt er juist Stefan Galland. Je hebt er ook onlangs mee gespeeld of gerepeteerd alleszins, geloof ik. Ik weet niet of dat gezegd mag worden eigenlijk, maar... Dat mag. Dat mag gezegd worden. Oké. Okay. Geen geheimen hier. Jammer. Je bent dan zelf veel met die dingen bezig geweest. Stefan, dat is echt een ander planeet op dat gebied. Hoe is dat om samen te werken met hem? Dat is eigenlijk enorm... Dat is enorm plezant, omdat hij kan het eigenlijk... Hij kan het al. Hij zegt dat hij het niet kan. En hij is zelf aan het oefenen, zegt hij. Maar die trekt u mee in dat proces en die plaatst zich niet boven u of zo. Terwijl dat hij eigenlijk wel een beetje die vorm van mentor wel moet aannemen. Want wij weten niet hoe dat moet en hij wel. Ja. Dus wij repeteren dan samen. En hij zegt van, ja, misschien kunnen we deze proberen. Of proberen een keer deze, dat gaat misschien werken. Of denkt die onderverdeling zo. Maar hij is zelf altijd de student ook. In heel dat proces. Ja. Dus die vindt dat kei leuk om bij te leren. En die vindt dat kei leuk om dat samen met andere mensen te doen. Dus dat is zo'n heel positieve sfeer als je daarmee repeteert. Ja. Het geheim van blijven groeien waarschijnlijk. Ja, en ik denk dat hij dat gewoon fantastisch vindt om heel de tijd uitdagingen te vinden. Dingen dat hem niet kan. En ja, dat is eigenlijk enorm moeilijk. Nu, waar dat hij ons voor gevraagd had, dat is eigenlijk een onderzoek dat hij doet. Ja. Aan het Conservatorium van Brussel. En... Daar wil je eigenlijk dat je twee onderverdelingen tegelijkertijd kunt voelen. En dat je daarmee kunt spelen. Kun je eens een voorbeeld geven? Dus ja, waar dat wij op hebben gewerkt, dat zijn eigenlijk de sextolen en de septolen tegelijkertijd. Ja, dus dat je een beat hebt, je verdeelt hem in zes en in zeven. En je kiest dan binnen die beat een aantal accenten van sextolen, een aantal accenten van septolen. En je probeert daar melodieën mee te maken. Je probeert daarmee te begeleiden. Hij, als drummer, speelt ze dan vaak allebei. Dat hem in de ene hand of de ene kant van zijn lichaam doet dan zes, de andere kant doet zeven op hetzelfde moment. En als solist kun je dan kiezen van ook een mix te doen of je kunt de ene kant uitgaan of de andere kant uitgaan. En dat is eigenlijk heel, in het begin zeker heel verwarrend en eigenlijk nog altijd. Dat is far out ook. Dat is echt far out. Maar op den duur begin je zo wel te voelen van ik denk dat ik het hoor. En die momenten dat je het hoort, komen steeds vaker voor. En soms zijn de repetities dat heel vlot gaat. Maar dat is wel echt opnieuw beginnen. Je bent echt opnieuw gewoon een complete beginner. Ja. Maar zoiets gelijk 6 over 7 of 7 over 6, is het dan aan de hand van de clave dat voortbrengt dat je dat studeert? Of hoe pakte jij dat aan thuis? Want ik veronderstel... Dat je dat niet enkel op die repetities doet, maar dat je dat ook mee naar huis pakt? Of is dat echt iets dat binnen die repetities blijft? Het blijft vooral binnen de repetities, omdat ik vind het heel moeilijk om het alleen te oefenen. Je kunt wel bijvoorbeeld in Ableton
iets maken dat je daarover kunt spelen en dat je bepaalde kicks kunt meepakken. Ja. Maar als we het in groep doen, dat voelt voor mij altijd productief staan. Ja. Paste u dan toch ook niet minuscuul aan elkaar aan, waardoor dat het op zijn poten terecht blijft komen? Want ja, het is niet de, het opzet is niet om gelijk een computer te spelen. Hè. Het opzet is om nog steeds met heel dat ding organisch te klinken, volgens mij. Allee, mm-hmm. Dat is hoe dat ik Akamoon begrijp, in ieder geval. Dat is ongelooflijk complexe muziek, maar dat klinkt nog altijd super organisch en ergens is er nog steeds altijd dat aspect van groove aanwezig in hoe dat zij met drie spelen. Ik weet niet of dat bij jullie ook zo is. Maar als je het nu niet over groove hebt, maar over samenspel echt, dan, ja, dan kan ik me wel voorstellen dat het makkelijker is om dat met elkaar te doen dan dat dat met de computer dat te doen is of met de metronoom. We doen het met metronoom ook. Je doet het met metronoom. Ja. Okay. Dus we zetten daar gewoon een monitor en we sluiten daar een metronoom op aan. Dus ja, het is wel nog altijd een metronoom. Dus het is echt samen studeren. Het is echt samen studeren met de metronoom. Zalig, als je dat met Stefan kunt doen. Dan ja, dat is ongelooflijk. Ja. Je sprak er straks van je eerste muziekschoolervaringen en zo. Je zei klassieke gitaar beginnen doen. Kom jij ook uit een familie waar de muziek aanwezig is? Of hoe zit jij in de muziek gerold in het begin? Mijn beide ouders hebben muziek gestudeerd. Ja, dus mijn moeder is een pianiste. Klassieke muziek? Ja, klassiek. En mijn vader is een klassiek trompetist. Stond er altijd klassieke muziek op? Of hoe moet ik mij dat voorstellen? Totaal niet. Dus nee. Ja, mijn ouders zijn ook gewoon een kind van hun tijd. Hè. Dus ja, er stond redelijk veel jaren 80 muziek op bij ons. Ook wat jaren 90 muziek, soms wat klassieke muziek. Ik denk dat mijn beide ouders ook binnen dat klassiek genre nogal een voorliefde hadden voor ja, echt het klassicisme en de barok. Ja. Dus dat was veel Bach en Mozart als er klassiek op stond. Zo die een trip. Niks heel modern of zo. Nee. Maar ergens is daar wel de muziek waarschijnlijk mee ingekropen. Merk je dat zelf, dat je dat in je opvoeding hebt meegekregen? Keihard. Ja. Het was een beetje ja, op ons... Allee, ik heb ook nog twee broers en een zus. En bij ons allemaal was het een beetje hetzelfde. Toen dat wij 8 werden, konden we kiezen. Ofwel gaan de sport doen, ofwel gaan de muziekschool doen. En ja, wij zijn allemaal muziekschool gaan doen. Ja. En ja, dat was ook een beetje bijzonder in die zin dat onze ouders ook ons echt konden helpen bij dat huiswerk en zo. Ook bij de theorie en zo. Wat bij muziek misschien wel nog speciaal is, dat die ouders zich daarbij kunnen helpen. Ja, zeker. Ja. Dus ja, ik weet niet, dat voelde altijd heel, heel natuurlijk aan. Van bij ons thuis werd dat wel echt ondersteund om muziek te doen. Ja. Ja. En dan de klassieke gitaar, waarom ging u dat niet af? Ik denk... Het repertoire of het instrument zelf? Het instrument zelf had ik heel veel moeite mee. Hè. Die houding is heel specifiek. Ja. Maar ik denk wat ik er vooral moeilijk aan vond, was het feit dat het exact moest zijn wat dat er op het blad stond. Ja. En dat bezorgde mij eigenlijk heel veel stress, denk ik. Ja. En nog altijd, op Lemmens moest ik ook een paar jaar klassieke gitaar doen. En daar had ik een beetje hetzelfde probleem. Dat stuk moet exact zijn wat dat er op dat blad staat. Natuurlijk, je interpreteert dat wel, maar ja, je kunt echt wel een fout maken. Je kunt een foute noot spelen. En hoewel dat ik niet heel nonchalant ben als ik jazz speel en dat ik daar ook geen foute noten wil spelen, geeft me dat toch een beetje rust dat ik zelf kan kiezen als ik improviseer welke noten dat ik speel. En in klassieke muziek, dat zo exact moest zijn, dat ja, ik vond dat een beetje stresserend gewoon. Ik denk dat dat mij daarom niet zo lag. En als je de marchas kan spelen. Jij bent na tijdens je studie van het conservatorium, je hebt dus Lemmens gedaan. Mm-hmm. Je bent ook naar New York gegaan voor te gaan studeren. Hoe is dat gekomen en bij wie heb je daar gestudeerd? Ja. Dus er is zo'n organisatie, dat heet de Belgian American Educational Foundation. En dat is eigenlijk een organisatie die zorgt dat er een uitwisseling is tussen de States en België van studenten. Er zijn nog veel mensen die dat voor mij gedaan hebben. Bram de Lozen heeft dat ook gedaan. Ja. Frederik Leroux, Mathias de Waalen, Antoine Pierre, Lander Gijsling. Er zijn er veel die dat gedaan hebben. Ja.
Alex Co ook. Ja. En ja, je meldt je daarvoor aan. Je doet een auditie. En als ze als je verhaal een beetje geloven, dan geven ze je eigenlijk gewoon geld om naar daar te gaan en om daar te wonen en te studeren. En ik heb dat na mijn studies gedaan. Ja. Dus ik heb mijn master afgerond in Antwerpen. Bij Frederik dan? Ja, bij Frederik. Ja. Voilà. Leroux. Ja. Ja, effectief. En gewoon naar daar gegaan. Ik zat daar in Queens op school, Queens College. Ik had daar les van Mike Moreno, Antonio Hart. Ik had ook les bij Paul Bollenbeck. Allee, echt wat New Yorkse gasten eigenlijk. Ja. En heb je daar ook contacten aan overgehouden, aan heel die periode daar? Ja, eigenlijk een beetje weinig. Ik vond dat iets te kort was daarvoor. Dus ik heb daar 9 maanden gezeten. Ah, ja. En ik heb daar wel wat vrienden aan overgehouden. Maar zeker tijdens corona zijn die daar ook gewoon vertrokken. Dus dat waren veel mensen ook van het buitenland of die niet echt van New York zelf waren. Dus ja, nu heb ik daar nog zo wat kennissen zitten. Maar zo, ja, echt muzikale contacten eigenlijk niet. Nee. Zijn daar toen veel gaan jammen en gaan spelen? Of gebeurde dat vooral in de context van die school? Ik heb wel wat jams gedaan daar. Ik was er trouwens ook met Raffer Tessen en Sylvain de Bézieux. We waren met 3 mensen van België. Dus soms deden we ook wel sessies samen met dan mensen van andere scholen. Ik deed ook sessies op school. Ik ging soms ook naar sessies in Manhattan of zo. Ja. Maar ik heb vooral veel gehaald uit de concerten dat ik gezien heb. Ja, je hebt veel gaan kijken. Ja, inderdaad. Ja, naar die legendarische clubs. Voilà. Ja. Of gewoon zelfs cafés, waar dat dan de mensen die dat je hier kunt zien op Jazz Midlijm of Jazz, die daar dan gewoon in een café spelen. Een aantal keer per week gewoon naar daar gaan. En daar heb ik wel heel veel uit gehaald. Weet je nog namen van cafés waar dat je veel zet of zo? Of zijn die er niet meer? Ik weet Cornelia Street Café was super tof, maar die is nu al weg. Ja. 55 Bar, daar ging ik ook vaak naartoe. Ja. Die is er denk ik nog altijd, maar daar ben ik niet zeker van. Natuurlijk, de Village Vanguard. Je hebt zoveel van die legendarische clubs, maar ook van die kleine plekjes in Brooklyn. Ja. Die daar eigenlijk ook heel tof waren. Corso was zo een heel maf, denk Hongaars hamburgerrestaurant of zo. En daar kwam dan de avant-garde spelen. Zo. Dus dat was ook zo heel, heel specifiek. Maar je had er zo'n heel vruchtbare scene van avant-garde muziek dat ik ook wel een beetje gevolgd heb. Ja, maar New York, ik vraag het, het is echt een stad waar nog steeds iedereen die geïnteresseerd is in zeker moderne jazz en avant-garde, die trekt eigenlijk naar daar. Mm-hmm. Je komt elkaar er ook allemaal tegen in die. Dus ik vraag het dan veel mensen die er geweest zijn van wij hebben eruit gehad en is het belangrijk om dat te doen voor uzelf en voor uw carrière? Heb je daar nu nog, haalde er nog dingen uit van daar geweest te zijn? Of, bijvoorbeeld bij Pingo D hebben jullie nu een New Yorkse muzikant. O'Gallagher. Ja, John O'Gallagher. John O'Gallagher, een altist. Mm-hmm. Heb je daar leren kennen of hoe zijn ze op dat contact gekomen? John. Dat is ook misschien een iets langer verhaal. Ik heb op Lemmes, ik denk ergens rond 2012 of zo, een keer een lezing gehad van Dick de Graaf. Dat is een Hollandse saxofonist. Ja. En die deed een lezing over improviseren met het dodecafonisch systeem. Ah ja. En dat intrigeerde me wel. Ik had op dat moment, of het jaar daarna, had ik ook les bij Bo van der Werf op Lemmes. Ja. En dat ging dan eerder over Messiaen. En dat is iets dat in België een aantal mensen wel doen, ook in Frankrijk. Maar dat dodecafonisch systeem, dat was iets redelijk nieuw. Ik wist echt niet hoe ik daarmee moest omgaan, maar ik vond het wel intrigerend. En dan door daar een beetje over op te zoeken en met mensen te praten, kwam ik erachter dat iemand als Pierre van Dormaal daar bijvoorbeeld mee werkte. Ja. En ik wou daar meer over weten. Dus die Dick de Graaf, die dan een lezing had gegeven, ik heb die dan een keer een mailtje gestuurd van hoe begin ik daarmee? En hij heeft mij doorverwezen naar een boek dat John O'Gallagher geschreven heeft, een methode. Ja. Ik heb dat boek gekocht. Ik ben daarin beginnen te werken. Ik heb daar een paar jaar redelijk intensief aan gewerkt.
En dat is ook echt een belangrijk deel geworden van mijn vocabularium, nog altijd. Maar op een gegeven moment had ik zoiets van, weet je, ik zou eigenlijk gewoon een keer graag met hem spelen. Ja, dus dan heb ik hem gecontacteerd. En ja, in het kader van Ping O.D. was dat eigenlijk ideaal. Want zoals ik zei, in Ping O.D. probeer ik zo wat die metal-invloeden van vroeger en die jazz-invloeden van nu te combineren. En iemand als John, ja, hoe dat die speelt, ik vind dat super metal eigenlijk. Ik vind dat heel... dat is echt super in your face. Dat is een beetje een shredder. Ja. Maar dan met een enorm complex vocabularium dat dan zo deels dodecafonisch is. En dat, ja, ik vind dat super tof. Dus dat was eigenlijk een perfecte match voor die band. Plus de composities die ik daarmee schrijf zijn ook wel vaak gebaseerd op dingen die dat hij doet of gebruikt. Ja. Dus ja, het is zo dat ik hem ken eigenlijk. Ik heb hem gewoon gevraagd op een gegeven moment van, zie je dat zitten om met ons iets te doen? En die stond daarvoor open. Dus ja. Wauw. En nu een plaat en die is nu net uit op... Die komt in september uit. Die komt in september uit op... Whirlwind Recordings, Dat is een Londens label, hè? Ja. Maar ja, ik heb de roster bekeken, indrukwekkende roster van allemaal de grote namen van de New Yorkse scene staan er allemaal tussen. Hè. Mm-hmm. Dus het gaat wel een heel avontuur worden. Ik hoop dat je daar ook veel van terugkrijgt van dat label. Van, ik ook. Het concert gaat ook via hen in Londen kunnen gaan spelen. Ligt dat op tafel of is dat nog iets in de onderhandelingsfase? Dat gaan we nog moeten zien. Ja. Dat gaan we nog moeten zien. We hebben nu heel veel gesproken over de release zelf. Ja. En echt heel veel praktische zaken over gewoon wanneer, artwork, distributie en zo. Dus we zijn... Ja, ik ben hier in België al wel aan het zoeken voor concerten, naar concerten. Maar daar, dat weet ik niet. Het zou leuk zijn, moest dat kunnen, in ieder geval. Het zou leuk zijn ook, en ook naar New York te gaan met die band. In ieder geval muziek die echt is wereldmuziek. Grootstadmuziek. Veel invloeden van mm-hmm. overal. Mm-hmm. Waar verschilt Ping O.D. eigenlijk van uw andere band, Celestial Plains? Het verschil is dat Celestial Plains eigenlijk echt begonnen is als een standards trio. Ja. Het is echt nog uit die conservatoriumtijd. En dat is, eigenlijk, we zijn daar wat uitgegroeid. En we zijn eigenlijk alleen maar eigen materiaal gaan spelen. Maar dat heeft nog altijd wel een beetje die feel van zo, oké, het is een thema. Tegenwoordig is dat wel meer en meer doorgecomponeerd, maar er is altijd een thema. Wat changes om over te improviseren. Ja. Terug een thema in zekere zin. Maar we zijn daar steeds verder en verder van weg aan het gaan. Maar dat komt wel daaruit voort. Terwijl Ping O.D., dat was echt mijn intentie om daar een soort van jazz metal band van te maken. Composities die echt voor dat doel geschreven zijn. Dan verder speelde jij nog met Hast en met Naboo. Naboo is een band waar je heel veel mee speelt de laatste jaren, denk ik, of 2 jaar. Zie je jullie overal op de affiche staan, dat is fantastisch. En Hast, hoe is dat tot stand gekomen? Is dat uw band of is dat... Dat is eigenlijk de band van Rob Banke, de alt-saxofonist. Wij zijn daar ook redelijk lang geleden al mee begonnen. Ik denk echt 8 jaar terug of zo. We hebben daar dan een plaat mee gemaakt en een EP. En we hebben daar wel wat mee gespeeld en dat was eigenlijk super plezant. Maar nu ligt dat even stil. Ik denk dat we daar volgend jaar terug mee gaan beginnen. Ja. Oké. En Naboo, daar spelen jullie echt... Dat is eerder... Hoe zou je die muziek omschrijven? Dat is minder uit die metal muziek dat je puurt. Hè? Dat is eerder vertrekkend vanuit de traditie en met wereldinvloeden. Of hoe zou jij dat... Dus al die muziek is van Naboo, hè, dat we spelen. Dat is eigenlijk, ik vind dat echt een jazzband. Ja. In die zin dat ook werkt met thema's, changes om over te improviseren. Thema's, alleen zo echt die redelijk traditionele opbouw van stukken. Ja. Niet altijd, hè, maar oké. Hoe zou ik dat omschrijven? Het is toch wel redelijk uniek in die zin dat zij is dan de frontvrouw op trombone. Maar ze zet daar ook redelijk wat effecten op. Ja. En dat geeft toch wel een heel aparte sound dat ik nog niet echt in een andere band gehoord heb. Ja. Ja. Dus dat kan heel open zijn. Soms zelfs op het randje van zo de eerder Scandinavische kant van het spectrum. Ja. En terwijl kan dat ook zo de
ja, is dat soms ook gewoon echt zo de killing jazz sfeer. Ja. Het is niet echt een swingband of zo. Nee. Het zijn heel andere dingen, maar ja, modern jazz en alles wat dat kan betekenen, dat is zo'n beetje wat dat is volgens mij. Ja. Het is heel breed, maar de muziek gaat ook heel breed. Ja. Maar dat meer traditionele aspect van thema, solo's, thema, is dat iets dat je ook nog graag doet? Ja, absoluut. Dat is ook wel wat wij gedaan hebben met onze sessie. Dan zijn we gewoon samengekomen, we hebben nummers gekozen en dat zijn uiteindelijk allemaal standards geworden. Mm-hmm. Je kent die ook wel echt heel goed. Die zijn nooit van... Je hebt die niet vanuit je opvoeding meegekregen. Je hebt die echt van op het school leren spelen. En, ja. Maar je hebt er toch nog altijd heel veel voeling mee, precies. En je doet er ook je eigen ding echt wel op. Hè. Het is niet dat je dan erover soleert in de... Gelijk... In de traditie soleren of zo. Je zoekt nog altijd je eigen manier om over die changes te gaan. Je laat die soms ook... ver achter u, niet in de zin dat die zijn er nog wel, maar je speelt er wel over. Is dat iets wat je nog altijd graag doet en graag wilt doen? Of wil je echt richting die meer uitgewerkte dingen gaan? Of is het gewoon alles voor u? Voor mij is het gewoon alles. Allee, ik moet zeggen, ik heb mij onlangs die vraag gesteld van waarom dat ik eigenlijk jazz ben gaan doen. Hè. Ja. En Ik kwam erachter dat heel veel mensen die feel van swing of zo, dat die dat zalig vinden, hoe dat iemand op een ride speelt, dat hun echt mega pakt en dat ze daar helemaal in zitten. Maar voor mij was dat eigenlijk... Natuurlijk vind ik dat ook zalig, maar ik merk dat ik het vooral deed voor de expressie. En dat ik voelde dat ik daar op een of andere manier mijn ei kon leggen. En dat ik daar iets in kwijt kon, in gewoon het improviseren zelf. Dus om echt vast te houden aan een bepaalde stijl en te zeggen van oké, ik ga hier spelen op een heel traditionele manier, dat is eigenlijk iets dat mij niet zo aanspreekt. Omdat ik het gevoel heb dat ik haal daar echt iets uit als ik gewoon kan vertellen wat ik zelf voel dat ik wil vertellen. En dat is een beetje waarom dat ik die standards ook nog graag speel. Net omdat je die zo kunt kneden. Ja. Dat echt iets van je eigen wordt. Absoluut. En ongeacht welke muziek dat het is, zolang dat ik dat kan doen, vind ik het super tof. Als muziek heel, heel dwingend is, dat vind ik iets moeilijker. Natuurlijk is dat een beetje een contrast met de muziek die ik schrijf, omdat die heel specifiek is, hè, voor Pingo D dan. Maar ja, dat is dan net weer hetgeen dat ik heel graag doe en waar dat ik wel, dan wel mezelf in kwijt kan of zo, in metal riff spelen en zo. Dus dat ligt natuurlijk vast. Maar dat vind ik dan super tof. Dus ja, het is een beetje dubbel. Ja, met dat dwingende... Er komen twee dingen in me op. Dat dwingende in metal, eens dat je vertrokken bent, dan is dat super dwingend ook. Hè? Mm-hmm. Dat is gewoon wat het is. Er is niet veel ruimte voor zomaar een beetje dingen te proberen of zo. Dat is dikwijls heel, heel strak en heel dwingend. Ja. Maar los daarvan komt bij mij de vraag op van waar zit bij u het aspect muziek, want je vindt dat in metal, je vindt dat ook in jazz. Je maakt zelf die crossover. Wat is dat voor u, dat ding dat muziek is dan? Waar ligt dat voor u? Dat ligt bij mij bij zo'n soort van... Ja, eigenlijk de impact. Dat is heel moeilijk om dat uit te leggen, ja, maar dat is... Soms word ik echt gepakt door iets heel specifiek. Ik heb dat vaak met Coltrane. Daar ruik ik dat heel hard. Maar ik kan dat ook hebben bij Meshuggah, dat dan super tight is, die dan zo dat echt als een golf u overkomt. Ja. Daar kan ik dat hebben, maar ik vind dat iets... En nu spreekt over als luisteraar, maar ik heb het als speler, van als gaan spelen ze in die verschillende, in die verschillende contexten. En raakt het toch eigenlijk datzelfde punt van... Dat je met muziek bezig bent, dat je het gevoel hebt dat je met muziek bezig bent. Mm-hmm. Daar ben ik naar op zoek. Wel, ik denk dat zit in de connectie met de mensen met wie je speelt. Ja. Dus als je aan het spelen bent en je speelt met metal riff en dat lokt supergoed met iedereen, dan voelt dat keigoed. Ja. Maar ook als je een standaard speelt en je zet daar je ding mee aan het doen en je medemuzikanten gaan daarin mee of je zet in gesprek met je medemuzikanten tijdens het spelen, dan zet je ook samen iets aan het doen. En ik denk dat op een manier heel gelijkaardig is voor mij.
Hoewel dat één heel dwingend is en het ander heel vrij, zijn dat toch altijd samen aan het werken. Dus, en ik denk twee, dat het is... Op de twee momenten vliegde eigenlijk. Mm-hmm. Ja. Je kent vast het gevoel dat je dat ineens vanzelf begint te spelen. Ja. Dat je niet, dat het instrument voor u precies aan het spelen is. Mm-hmm. Dat is heerlijk, hè, dat gevoel. Ja. En dat kun je effectief gewoon... Stilistisch maakt het eigenlijk niet uit. Het is echt gewoon een manier om op dat punt te geraken, eigenlijk. Mm-hmm. En een soort van... stuk gereedschap, eigenlijk, de muziek. Ja, maar dat is maf, hè. Ik denk dat dan kom je echt in de buurt van... Van het spirituele bijna, want je kunt dat bijna niet... Like dat je zegt, je begint te vliegen. Ja. Ja. Je kunt dat soms niet verklaren, hè, maar soms werkt het gewoon zodanig goed en ja. Voelt het echt alsof dat vanzelf gaat. Ja. Ja. Zit je daar al met Stefan en de collega's? Daar zijn we nog niet. Daar zijn we nog niet. Maar dat komt wel, Roland. Ja, geef het een beetje tijd en dat komt wel. De bands waar we nu over hebben, er zitten eigenlijk allemaal, ofwel zijn het eigen bands, ofwel zitten we echt vast geëngageerd in die groepen. Maar je doet ook af en toe losse dingen of projecten. En ik zag op je speellijst dat je op die manier al met Jacob Bro en Avishai Cohen gespeeld hebt ook. En met BJO onder andere. Als je specifiek... Met Jacob Bro bijvoorbeeld, vond ik dat interessant om erover na te denken. Ik heb dat concert niet gezien, spijtig genoeg. Maar dat is zo'n andere gitarist als jij. Hoe is die samenwerking gegaan en hoe klikte dat? En wat heb je daaruit gehaald? Ja, sowieso. Ik vermeld dat zelf eigenlijk nooit, omdat dat in het kader was van het conservatorium. Dus ik zie dat ook als een soort van... Ja, die hebben niet echt voor mij gekozen of zo. Ik was daar toevallig gewoon bij. Nu, hoe is die... Wacht, ik wil er even iets over zeggen. Ja? Dat gebeurt niet vanzelf, Roland. Je wordt gewoon een hele goede student op het conservatorium en ze hebben je voorgesteld om dat project te doen. Dus ja. Het is niet dat dat zomaar per ongeluk in uw schoot gevallen is, natuurlijk. Hè. Je hebt er hard voor gewerkt. Hè. Even dit terzijde. Maar hoe was die samenwerking met Jacob? Dat was eigenlijk super grappig. Dat is eigenlijk een kei grappige gast. Dat was een soort van big band project. Ja. En we waren eigenlijk met drie gitaristen. Dus dat was Jacob, Vitja, Vitja Pauwels en Nikke. Nu, Vitja heeft dan uiteindelijk pedal steel gespeeld. Ja. En Jacob en ik waren dan de gitaristen. Ja, natuurlijk zijn we heel verschillend. Maar voor hem is het echt wel iets van anything goes. Je kunt echt om het even wat doen, zolang dat de muziek maar dient. En ik kan ook... gerust wat lange noten spelen en echt meegaan in een soundscape en zo, dat kan ik ook doen. Dus wat heb ik daaraan gehad? Vooral zijn manier van componeren, daar heb ik wel wat aan gehad. Gewoon die stukken een keer echt bekijken en dan hij legt dat dan uit hoe hij dat ziet. Maar dat was een week dat jullie samen hebben gewerkt, toch? Ja. Dat was een week. We hebben een aantal concerten gedaan. Niet superveel. Ik denk dat wij er 3 of 4 gespeeld hebben. Steven, dat vind ik nou moeilijk om te zeggen wat ik daar precies aan gehad heb, want dat was ook echt zo'n grote bezetting. Ja. En daar gebeurde van alles. Dat was echt zo'n soort van free improv band met dan die stukken van Jacob daaronder. Een avontuur eigenlijk. Dat was een avontuur, ja. En Avishai Cohen, welke Avishai was het? De trompetist? Ja. Dat was een trompetist, ja. Ja, dat was eigenlijk voor mij een beetje een wake-up call of zo. Dat was het laatste jaar van het conservatorium in Antwerpen dan. En dat was op Jazz Middelheim en dan nodig ze hem uit. Hij was dan zo artist in residence. En dan ging hij met ons ook iets doen. En hij had zo eigenlijk heel... Ik denk, was het Zuid-Afrikaans geïnspireerd? Ik weet zelfs niet meer van waar dat de muziek eigenlijk kwam voor hem. Maar dat was iets dat heel ver afstond van wat ik toen aan toen was. Want toen was ik vol een bak into die 12-toon-dingen. En ik kon daar eigenlijk gewoon geen weg mee, met zijn muziek. En ik weet dat ik daar enorm onzeker over was. En ook op dat concert... Ja, ik heb wel geprobeerd, maar ik merkte toen ook wel van... Wauw, als je radicaal voor één ding kiest... Ja, dat kan heel mooi zijn dan. Maar ik merkte toch ook dat ik daarmee niet
alle andere dingen kon doen. Dus ik heb toen ook wel een beetje ingezien dat dat wel interessant kan zijn om breed te blijven kijken en niet te hard in één richting te kijken gewoon. Ja. Ja. En Bas, is dat iets dat je herkent in zijn muziek in het algemeen, of is dat iets dat voor dat project een afgebakende structuur of een geheel was, en wat het hem conceptueel meebracht? Of is dat iets, als je hem hoort spelen, dat je herkent bij hem in het algemeen, van een soort concept te hebben? Goh, ik zou niet zeggen dat algemeen is, hoor. Maar ik had eigenlijk een beetje verwacht, en ik was toen niet alleen, we waren met nog een aantal mensen die hadden verwacht dat we zo een soort standard set gingen doen met hem of zo. Ja. Want hij had ook zo wat trioplaten die een beetje zo zijn. En dan kwam hij ineens met die stukken af. En dat waren echt dan zo grooves. Eigenlijk heel weinig changes en vooral echt zo, ja, wat ik zeg, samenwerken aan een bepaalde bandsound gewoon over één of twee akkoorden. Echt heel, op dat vlak heel basic. Maar voor mij dus ja, super moeilijk op dat moment. Ja, dat is ook confronterend, hè? Als er weinig materiaal is om er iets mee te doen. Mm-hmm. Speel jij veel free jazz? Eigenlijk niet meer, maar ik heb dat vroeger wel veel gedaan. Maar daar hebben we dat ook. Het is het andere uiterste. Alles kan, maar als je geen richting hebt, dan maakt het niet veel zin. Mm-hmm. En je hebt die grote namen die er heel goed in zijn om in elke situatie toch richting te geven in een vrije context. Ja. Ik denk dat het andere uiterste van echt een hele strakke context te hebben en daarin te gaan zoeken van wat kan ik hierin vertellen, dat is echt een uitdaging. Dat is super, super moeilijk eigenlijk. Mm-hmm. Ja. Ik heb u al heel veel gevraagd, Roland. Mm-hmm. Misschien nog één ding. Ja. BGO. De samenwerking met BGO. Ik heb daar één video van gezien online. Is er nog meer van te vinden? Heb je daar nog meer mee opgenomen? Hoe is dat gekomen, die samenwerking? Dat is ook eigenlijk heel lang geleden begonnen. Hè. Ik denk dat zij mij in 2014 gevraagd hebben om... Dan waren jij 12 jaar. Nee. Nee, ik was toen 21. Ja. En ze hadden mij toen gevraagd om deel uit te maken van hun project The Future Is Now. Ja. Dus echt zo een aantal jonge muzikanten vragen om eigenlijk een stuk aan te brengen voor BGO dat zij dan zouden arrangeren. En dat jij dan als gastsolist met hun zou spelen. Ja. Ik denk dat wij daar voor de eerste keer mee gespeeld hebben. Een jaar of twee later zelfs. Ik denk dat wij daar twee concerten mei gedaan hebben. Dat was kei tof. En dan nog een aantal jaar later hebben ze dat project ineens terug opgepakt en zeiden ze van ja, we zouden dat graag eigenlijk een keer opnemen en eigenlijk een soort film van maken waarin dat we jullie ook interviewen en dat jullie elk jullie stuk komen spelen met het BGO. En dat hebben we dan ook gedaan. Okay, ja. Super. Ja. Ja. En komt daar nog iets verder uit nu? Zijn er nog... Ik denk dat niet. Nee, ik denk dat was een project van BGO. Dat was een project van BGO. Ja. Ik moet ook wel zeggen, het heette toen ja, The Future Is Now. Maar dus ja, ik zeg, dat is ondertussen al bijna 10 jaar geleden dat ze dat gevraagd hebben. Future Resident. Ja, dus ik voel me nu misschien een beetje te oud. Roland, zo oud zijn we nog niet, hè? Wilde jij nog een koffie drinken? Ja, ik wil eigenlijk gewoon nog een koffie drinken. Dan ga ik nog één ding zeggen, en dat is, of vragen. Waar kunnen mensen u volgen of vinden of uw muziek horen? Stel jij op Spotify of op Apple Music of... op een of andere streamingsdienst, of allemaal? Of is er een andere plek, like Bandcamp of zo, waar dat ze uw muziek rechtstreeks bij u kunnen kopen? Waar vinden mensen u? Overal. Dus mijn muziek staat op alle streamingdiensten, staat ook op Bandcamp. Als je mij wilt volgen, ik heb gewoon een Instagram, Roland Celis Guitar. Ik heb gewoon een Facebook. Ik heb een website, rolandcelis.com. Dus ja, het is... relatief gemakkelijk om mij terug te vinden als je mij googelt. Ja. Oké, super. Merci voor dit gesprek. Heel graag gedaan. Ik heb veel bijgeleerd vandaag. Dank u. Ja, merci.